Als eerbetoon aan de gevallenen is de vlag in top gehezen door twee oud-Indië-veteranen uit onze dorpen, Gijs Diek en Roelof Lammerik. Dank daarvoor. Het is goed om hier ieder jaar weer stil te staan en 2 minuten stilte in acht te nemen. Als eerbetoon voor allen die in de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven. Voor ons. Voor onze vrijheid, morgen 70 jaar geleden. Natuurlijk denken we aan al die strijders en burgers die zijn gesneuveld in deze wrede oorlog. Hier in Lutten, Oud-Lutten en omstreken gedenken wij speciaal hen die als plaatsgenoot zijn gesneuveld en 4 geallieerde Engelse soldaten die in de omgeving zijn omgekomen. Tegelijkertijd denken we aan alle gevallenen in Nederlands-Indië, Bosnië en waar ook ter wereld. De oorlogen waar ook ter wereld zijn nog altijd niet voorbij en gaat in al zijn hevigheid en wreedheid door. Er lijkt geen eind aan te komen. We staan nu bij het monument ter nagedachtenis van onze dorpsgenoten. Hier gaan we nu eerst bloemen leggen. Allereerst wil ik familie of nabestaanden de gelegenheid geven om hier bloemen te leggen. Straks is ook hier ruimte nog voor op het kerkhof. Morgen vieren we een belangrijke, gedenkwaardige mijlpaal die ons tot oprechte dankbaarheid stemt. Al 70 jaar leven wij in dit land, gevrijwaard van oorlogsgeweld en bijkomende gevaren. Anno 2015 is leven in vrijheid voor ons hier in Nederland heel gewoon. In de periode 1940-1945 was dat anders. Helemaal als je behoorde tot een bepaalde groep, bijvoorbeeld Joden, Roma en Sinti, homo's of politiek andersdenkenden. Of als je de moed opvatte deze mensen te verbergen of te helpen, omdat je vond dat zij, net als jij, recht hadden op morgen. Mensen werden niet beoordeeld op hun woorden en daden, maar veroordeeld op basis van hun afkomst, godsdienst, geaardheid, afwijkende politieke standpunten of het in praktijk brengen van naastenliefde.
Slechts daarom werd hen morgen ontzegd. Zojuist gedachten wij hen voor wie er op een kwade dag geen morgen meer kwam. De Tweede Wereldoorlog, waarin zoveel mensen zijn vermoord in kampen, omgekomen in de strijd, gestorven aan honger en ontberingen of simpelweg standrechtelijk zijn geëxecuteerd, ging niet alleen om het terugwinnen van eigen land en soevereiniteit, maar ook om het in ere herstellen van de waarden zoals die zijn vastgelegd in onze grondwet. Belangrijke zaken, zoals het verbod op discriminatie, het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, het recht om te vergaderen en te demonstreren, het recht om te zeggen wat je wilt, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, het gegeven dat een feit pas strafbaar is als er een overtreding van de wet heeft plaatsgevonden en niet omdat je toevallig in een verkeerd gezin ter wereld kwam of het niet eens bent met de regering. En het recht naar de rechter te stappen als je vindt dat jouw onrecht wordt aangedaan door wie dan ook. Om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat ons morgen niet afhangt van willekeur, kortzichtigheid of het recht van de sterkste. Op dit moment zijn er over de hele wereld meer mensen op de vlucht dan ooit, ruim 51 miljoen. Zij vluchten voor etnisch en religieus geweld, willekeurige arrestaties en terechtstellingen, een vreemde overheersende macht of juist voor hun eigen overheid die hen om welke reden dan ook naar het leven staat. Voor hen is morgen ontstellend onzeker. De waarden uit onze grondwet die voor ons dagelijkse realiteit zijn, zijn voor hen verre dromen van morgen. En de afschuwelijke gevolgen daarvan komen vrijwel dagelijks via televisie en internet onze levens binnen. In een poging daar verandering in te brengen en hulp te bieden, sturen wij tot op de dag van vandaag militairen op missies, waar sommigen helaas niet levend van terugkeren. Zij offerden hun morgen op voor die van anderen. Ook hen hebben wij zojuist herdacht. In onze samenleving betekent gelijke rechten en plichten ook gelijke acceptatie en bescherming. De ruimte die we voor onszelf wensen, behoort ook een ander gegund en gegeven te worden. Al was het alleen al ter respectvolle herinnering aan al degenen die wij vandaag gedenken, zij die er morgen niet meer bij zijn. Dat betekent dat je elkaar over en weer moet willen zien, horen en respecteren. Daar zit wederkerigheid in. Wederkerigheid die onontbeerlijk is om de vrijheid die wij genieten door te kunnen geven. En dat is belangrijk voor onze toekomst, voor morgen. Het is de vraag of wij ooit zullen bereiken dat iedereen open en zonder argwaan bejegend wordt. Dat we ons wereldwijd zullen laten leiden door ontferming, trouw en mededogen. Dat we gerechtigheid en vrede zaaien en dus ook oogsten. Maar dat ontslaat ons niet van de opdracht ons daarvoor toch blijvend in te zetten. Als het niet voor onszelf is, dan toch zeker wel voor de generaties van morgen. Je kunt altijd in vrede leven, maar je moet er wat voor doen. Maar doe het niet even, want dat zal de wereld niets geven. We denken aan de slachtoffers, van nu en van toen. We zijn echte boffers, we hoeven aan oorlogen niet mee te doen. Je kunt altijd in vrede leven, doe het vandaag. Doe het voor je eigen en een anders leven. Een droomwereld is niet vaag.